Chef. Nee, vom Motor hat uns ein bisschen geholfen. Nee, warten hat sie gesagt. Soll warten. Ach so, ja, ja, nee, klar, aber du wolltest auf die Wiese fahren, oder nicht? Ja, nee, sie will sich nur drehen. Ne? Nee. Nur drehen? Ja, ja, ja. Ja, bist du. Ja, ja. Vaste flitser. Dat was hem. Dat was hem. Dat mag niet in Duitsland, hè? Wat? Die meldingen. Nee, dat zei je alles, ja. Klopt. Krijg je ook als je de grens overrijdt, krijg je een waarschuwing op je TomTom. Oh, ja, daar hebben we schijn aan, hè? Wij wel. Wij wel. Een stuk goedkoper, hoor. Scherpe bocht naar links. Je hebt geen keus. Nee. Oh, je kan rechtdoor. Oh, je hebt wel een keus. Je kan rechtdoor. Nee, je hebt wel een keus. Dan? Wat wil je hier gaan doen, man? Daar, dat weggetje moeten we in. Oh. Ook goed. Ja, ja, ja. Dit hoor. Ja. Mooie weg. Ja. Hier zijn we nooit eerder geweest. Nee, dit kennen wij niet. Na 300 meter. Links afbuigen, Kazekzoen draait zich Simonsko. Dan kom je zo'n leuk klein dorpje uit. Ja. Tourist information. Toeristen information. Ruik frieten. Links afbuigen. Ik zat de tafeltjes te kijken of ze erbij leeg waren, allemaal vol. Ja, ja.
Ja, het is gewoon een bloedmooie omgeving hier. Ja, mooi hoor. Ja, ja, ja. Maar tot nu toe geen slechte route uitgestippeld zo. Nee, mooi. Op de grond. Nee, goed gedaan tot nu toe. Ja, tot nu toe, hè. Zeg ze er even bij, hè. Ja, tot nu toe. Wie weet wat het verder brengt. Rechts afslaan, daarna rechts afslaan. Na 300 meter rechts afslaan, Monschauerstraße. Monschauerstraße. Ja. Vossenak zitten we nou. Ja, Vossenak. Vossenak. Nak, ook goed. Monschauer Straße, dat stimmt. Lijkt wel of hier wat te doen is, joh. Is het ook. Hoop volk op de been. Het is al de zoveelste keer dat dit zie. Garage aan de rechtse kant. Allemaal rot, ja. Troep van een ander. Vanaf het begin dat je hierin reed. Ja. Dit dorp inreed al. Kun je gebruikte tandenborstels kopen? Rechts afbuigen. Best wel stijl naar beneden, hoor. Ja. Zijn niet de enige op die je tegengekomen om hier en nog één. En nog twee, drie, vier. Ja. Allemaal motorvriendjes. Zullen we daar stoppen? Ja. Mag je eraf, want het is grind, hè? Geen grip, hè, met mijn voeten. Nee. Moet we tanken zo, want het laatste blokje knippert. Ja. Kijken waarom dit zo'n speciaal stukje is. Ach ja, dat is ook weer nieuw hier. Dat zag ik van de week ook. Kijk maar links op de weg. Ja. Die stippen. Maar er zijn nog van die opgelegd ook. Dus niet geverfd, maar opgelegd. Mm-hmm.
Dat doen ze dan dat je minder hard rijdt. Ja, ja. Dat doe je dan sowieso wel. Ja. Ik zou het kunnen waarderen als hier een benzinepomp zit. Ja. Dus moet je dat even instellen. Nou ja. Ik weet niet hoe ver het nog is naar Heimbach, maar daar kunnen we sowieso tanken. Na 200 meter rechts afslaan, Eltsvaartje 108. Oh, ik zie het al. Kom het tankstationnetje aan rechts, zo direct. Rechtsaf en dan aan de rechterkant. Rechts afslaan. Heimbach, nog 8 kilometer. Het winkeltje is dicht. Ik denk dat hij helemaal dicht is. Nee, hij is niet dicht. Diesel. Ja. E10. Ja. Hey, waarom zeg ik dat? Anders had je fruitjes kunnen kopen. Ja, ja, ja. Kijken of hier een betaalautomaat is. Oh, is die open? Ik zie niet dat die open is. Ja. Nee, die is dicht. Het is nog 8 kilometer. We rijden weer door naar Heimbach. Ja. Is het zo? Geschlossen? Ja? Komt u maar. Kijk, het bord hier van de prijzen doet ook het ook uit. Niet. Zijn er een zooitje? Ja, ja, ja. Na 400 meter, half twee is het nu. Afslaan. Eltsvaartje 108 cents van mijn oude. Wat zei je? Half twee is het nu. Oh, mooi. We zijn bijna in Heimbach. Dan gaan we lekker eten. Ja.
Links afslaan, Eltsvaje 108 cents van mijn oude straatse. Rechtsaf ga je naar de Zwammenouweldam. Ja. Hazenfield. Zijn we nou. Hazenveld. Ja. Daar hebben we dit tankstation. Op die rotonde. Ga rechtdoor op de rotonde en neem de eerste afslag. Zal ik maar even stoppen? Ja, doe maar. Nee, hier op die parkeerplaats heb ik gestaan. Diesel, diesel. Ja, doe maar. Super Plus. Oké. Okay. Druk zat met auto's. Oh ja.